Een middeleeuws stuk, omgetoverd in een theaterspektakel voor 150 acteurs, dansers en muzikanten, opgevoerd in Almere. Het gaat om La Divina Commedia, het meesterwerk dat Dante 700 jaar geleden schreef. Compleet met de afdaling in de hel, de beklimming van de Louteringsberg en het zien van het goddelijke licht. Vanaf vandaag wordt het stuk 20 keer opgevoerd. Verslag van Gert van Brakel. Hier draait het allemaal om. De hoofdpersoon Dante die op een kruispunt in zijn leven is beland. Virgilius leidt hem eerst rond door de hel. Er zult gekreten van wanhoop horen en geesten uit vroeger tijden zien lijden. Waarbij ze stuk voor stuk schreeuwen om hun tweede dood. Hij zit strop, hij zit in het midden van zijn leven en hij komt er niet meer uit. Zijn eigen trots, zijn hebzucht, zijn wellust, noem het maar op, staan hem in de weg. En hij droomt eigenlijk, laten we zeggen, zich een weg naar het hiernamaals. En hij droomt zich door de hel, loutert zichzelf en daarna ziet hij God, of wat hij denkt toch God te zijn. Je zou kunnen zeggen dat het een moderne variant is, de burn-out van vandaag, zeg maar zo'n beetje. Iemand is in het midden van zijn leven aangekomen, weet niet meer wat te doen of zoekt andere mogelijkheden. Dante was ook precies in het midden van zijn leven aangekomen en daar begint de reis door de hel. Dante ziet alle verschrikkingen van de hellehond, de rechter van de onderwereld, tot Lucifer, de duivel. En dat alles in een prachtig openluchtdecor. Werken met water, werken met wind, werken met weer en op zo'n plek theater maken. Dat is echt niet te vergelijken met een reguliere binnentheater. Wat is het meest bijzondere dat hier gemaakt is? Voor ons is dat wel de berg. Het is voor ons voor het eerst dat we zoiets groots, massiefs hebben gemaakt dat op het water drijft. Anders dan gewoon een podium of precies dergelijks. Laat de dode poëzie hier weer tot leven komen. O heilige muzen, u behoor ik toe. Locatietheater is wat ik heel graag doe. En ik heb een hele goede partner gevonden bij Staatsbosbeheer die samen met mij dit soort locaties opzoekt. Waar dit soort dingen kunnen plaatsvinden. En in deze natuur ook, met die open hemel. En af en toe spelen de visarenden of een uiltje dat meevliegt. Nou, en maansterretjes die erbij komen. Dat is prachtig.